Huh? Wat is hier nou weer gebeurd? Wat een rotzooi! Dat zou Olly alweer zijn geweest met zijn vriendjes. En dat vergeet op te ruimen. Nou ja. Oh, hey! Hoi, kids, hoi! Weten jullie wie dit heeft gedaan? Nee? Jullie ook niet? Oh, nee. Weet je wat we doen? We gaan Olly gewoon even roepen. Ik denk echt dat hij dit heeft gedaan. Roepen jullie mee? Olly! Ik denk niet dat Olly ons heeft gehoord. We gaan nog een keertje roepen. Nog ietsje harder. Komt-ie. Olly! Nou, zegt Sophie, wat een kabaal maak jij. Riep je me soms? Ja, samen met de kinderen. Goed gedaan. Oh, hey, hoi kids, hoi. Hey, wat een leuke spullen staan hier allemaal, zeg. Ja, maar is dit niet van jou dan? Nee, dit is helemaal niet van mij. Oh? Nee, maar het ziet er wel heel leuk uit. Is het van jou? Nee, maar van wie is dit dan? Geen idee. Ik weet het niet. Oh, ik ook niet. Hey, Olly en Sophie. Hoi. Hebben jullie de spullen in jullie huis al gevonden? Ja. Oh, er ligt zo'n leuke verrassing voor jullie in de kluis. Maar dan moeten jullie wel eerst even de code zien te kraken. In jullie huis liggen er 8 cijfers verstopt. Oké. Bij iedere cijfer vind je een vraag, maar ook 4 voorwerpen. Iedere vraag heeft namelijk 4 antwoorden. A, B, C of D. Oké. Deze letters vind je op de voorwerpen. Als je denkt dat je het goede antwoord weet, kies je het voorwerp waar de letter op staat. Oké. Verschijnt er vervolgens een groene kleur, dan heb je het antwoord goed. Oké, groen. Maar verschijnt er een rode kleur, helaas, dan is het antwoord fout. Oh. Heb je het antwoord goed, dan kijk je naar een fragment van de dienst waar na afloop een cijfer in beeld komt. Oh, leuk. Dit cijfer plak je op het bord om daarna de rekensom op te kunnen lossen. Ah. 4 cijfers die dan overblijven zijn de code voor de kluis om deze te kraken. En daar zit de verrassing in. Ja? Maar stel dat je een keer een verkeerd antwoord hebt gegeven, dan moet je een liedje zingen. Nee, dat doe ik niet. En daarna gewoon nog een keer proberen, hoor. Hey, heel veel plezier, succes en vraag vooral de hulp van de kids, hè. Doei, mevrouw Letty. Oh, Olly, ik ben zo benieuwd wat erin zit. Leuk dat ze het voor ons heeft gedaan. Misschien wel een nieuwe fiets of een knuffel. Misschien wel een treinbaan of een knikkerbaan. Maar ja, Sophie, we krijgen die echt niet zomaar open. Nee. Dus we moeten eerst alle vragen gaan beantwoorden natuurlijk. Gaan we beginnen. Op naar nummer 1. Nou, hier ligt in ieder geval nummer 8, dus dat is de laatste, en nummer 2? Ja. Misschien hier... Ah, Hebbes! Ja, nummer 1. Oh, en 4 doosjes. Oh, wat moeten we daarmee doen dan? Ik ben benieuwd. Mm-hmm. Oké, daar gaan we. We hebben het lied Groot en Geweldig gezongen. Hieronder lees je het refrein van dit lied. Mm-hmm. Er ontbreekt 1 zin. Welke zin hoort hier te staan? Open het doosje van het antwoord welke jullie denken dat goed is. Oké, ik ga het refrein even voorlezen. Olly, help je mee? Ja. Ja. Hij is groot en geweldig. Goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is altijd om ons heen. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Dus op de Ja, dat is dus in. Wat moeilijk dit. Oh. En wat zijn de antwoorden? Komt-ie. Antwoord A is... En wij willen God ontdekken elke maand steeds weer. Elke maand? Sst. B. En wij willen hem kennen elke dag steeds meer. C. En ik ga hem ontdekken elke maand steeds weer. En D. En wij zullen hem zoeken elke dag steeds meer. Nou, Olly! C is het niet. Nee, Olly, dat is vals spelen. Doe snel terug. Oh, oepsie. Dat kan niet. Heb je niet gezien, hè? Oké, Olly, ik heb een goed idee. Ja? Mijn talent is natuurlijk zingen. Ik ben daar zo goed in. En misschien moet je gewoon meedoen. En kids, jullie doen natuurlijk ook mee. Ja, want dan komt de zin vanzelf van naar boven. Oké, komt-ie. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Ik weet het! Ja, en wij willen hem kennen elke dag steeds meer. Nou, het is dus niet C. B. B. Is het groen? Is het groen? Oh! Ja! Yes!
geschiedenis. En we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is. Hij zal doen wat hij beloofd heeft en hij laat ons nooit alleen. Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen. Een 8! Een 8! Pak nou, hem snel erop, Olly! Kijk of die erin zit. Oh, gelukkig! De eerste hebben we vast, Sofietje. Mooi! Hartstikke idee. Vraag 2. Waar is die dan? Hier, op tafel. Hier. Oh, dichterbij dan ik dacht. Mag ik hem voorlezen? Ja. Oké. Hoe heet het meisje in het boek over de talentenshow? Die buurvrouw Letty voorlas in het theater. Een meisje? Kies je antwoord en vis dan het visje met deze letter uit het water. Oh, hier. Oké, de antwoorden zijn als volgt. A. Nelly Nijlpaard. B. Nelleke Olifant. C. Nelly Neushoorn. Nee. Of D. Neel Nijlpaard. Neel Nijlpaard? Nee. Weet jullie hem welke het is? Wat was de eerste ook alweer? Nelly Nijlpaard. Ja, dat is hem. Dat komt heel bekend voor. Ja, ik weet zeker. Oké, dus dan moet antwoord ik A gaan vissen. Even kijken of dit mijn talent is, vissen. Kan je dat? Nou, ik heb het wel eens gedaan met Joris. En die is echt super goed erin. En die vong ook heel veel vissen. Je moet wel A, hè, Olly? Oeh! Nee, je moet A. Dit is best moeilijk. Oeh. Ja. Ja. Oh. En? Rood of groen? Ja! Hij is groen! Yes! Weet je wat zo leuk is? Nou? We zijn natuurlijk nu in het kindertheater en voor de talentshow aan het oefenen. En dit boekje gaat ook over een talentshow. Oh. En over Nelly Nijlpaard. Oh, Nelly Nijlpaard, die kennen we nog wel. Een 1! Een 1! Oké, dan. Oké, plak hem erop! Yes! Oh, goed zo, Olly. Oké. Vraag 3. Oh, next ik zie hem question. Al. Ik zie hem al. Oh, en Olly. Oh, er zit iets super lekkers bij. Nee, echt? Oh, ik ga deze voorlezen. Nee? Oh. Ik eerst, Olly. Moet je kijken, kids, wat voor lekkers. Oké, de vraag. Waarom heeft iedereen talent van God gekregen? Kies het antwoord en eet dan de goede cupcake. Is de cupcake van binnen groen? Dan is het antwoord goed. Oké, niet stiekem eten, Olly. Nee. Niet volspelen, hè? Oké, antwoord A. Is om de wereld een stukje mooier te maken. B. Als je doet waar je goed in bent, word je zelf en anderen blij. Antwoord C. Als je doet waar je goed in bent, wordt God blij. Ja. En antwoord D. Alle antwoorden zijn goed. Wat denk jij, Olly? Sophie. Ja? Ik heb een goed idee. Oh. Wat nou als we het foute antwoord doen en dat dan 3 keer? Want dan kunnen we alle cupcakes opeten. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Maar Olly, dat kan sowieso toch? Ik zou zeggen, want anders moeten we een liedje zingen. We kunnen beter zeggen, we gaan nu het goede antwoord kiezen. Ja. En daarna eten we gewoon die andere op. Want het is zonde om weg te gooien. Echt, hè? En veel te lekker. Oh, okay. Buffrouw Letty kan zo goed bakken. Ik denk dat ik weet wat het antwoord is. Jij ook? Ik denk het ook. Volgens mij was het allemaal waar. Ik ook. Antwoord D. Antwoord ik neem D. een hap. Neem jij een hap? Antwoord D. Mijn talent is trouwens eten, wist je dat? Olly. Hij is groen. Is hij groen? En is hij lekker? Oh, moet je kijken, kids. Hij is vet mooi groen. Lekker. Dat is zo lekker. Oh, ik
ik bewaar mijn cupcake voor zometeen. Lekker! Mm. Kids, hij is goed! Weet je wat nou zo leuk is? We hebben onze talenten gekregen om de wereld een stukje mooier te maken. Want als we doen waar we goed in zijn, dan worden we zelf heel erg blij. Maar andere mensen om ons heen ook. En God ook. Een 7! Een 7! Ik pak hem erop, Olly! Ja, helemaal goed. Ga ik vast op naar... Welke moesten we vragen? Moesten we ook weer doen? Oh, 4. Vraag 4. Ja, deze. Oh, ik denk dat het met ballonnen is. Oh, met ballonnen? Nee! Wow. We zongen een lied over talenten. Oh. En dat je een ster bent in de circus tent. Welke zin komt niet voor in het liedje? Oké. Kies het antwoord en prik de ballon. Oh. Welke zin niet in het liedje voorkomt. Gaan we dan heel hard knallen? Lekker knallen, leuk! Nee, nee, nee! Jawel. Oké, het moet is wel dus gelijk het liedje. Goed hebben. Het is dus het liedje van In de Circus Tent. Het refreintje. Oh ja. Zullen we hem gewoon zingen? Ik ben heel goed in zingen. Ja. Dan gaan we zingen. Ja. Ik moet eerst nog even de antwoorden geven trouwens. Oh ja, anders weet ik natuurlijk helemaal niet. Nee! A. God heeft jou zelf gemaakt, gaf jou veel talent. Mm-hmm. B. Van top tot teen. C. Er is altijd iets waar je goed in bent. D. Stamp eens met je voeten. Oké. Okay. Dus welke zin komt niet voor? Niet voor, oké. Okay. Zullen we het refreintje even zingen? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Er is altijd iets waar je goed in bent. Jij bent ook een ster in deze circus tent. God heeft jou zelf gemaakt, gaf jou veel talent. Laat iedereen maar zien waar je goed in bent. Oké, welke hebben we gezongen? A. God heeft jou zelf gemaakt, gaf jou veel talent. Ja. B. Van top tot teen, die niet. Oh, maar D ook niet. Stamp eens met je voeten. D. Ik zeg stamp eens met je voeten. Nee, nee, ik denk dat het echt top tot teen is. Nee, stamp eens met je voeten is het gewoon. Nee, Olly. Het is gewoon D. Olly. Stamp eens met je kinderen, voeten. Nee, het is niet die. Ja, nee, het is gewoon zeg goed. Nee. Ja! Ja! Oh nee, het is rood. Wat stom. Ik zei het toch, Olly. Ja. Nu moet jij een liedje zingen. Oh, dan moet ik een liedje zingen. Ja. Oké. Okay. God heeft jou gemaakt van top tot teen. La 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 la. Nee, er is er niet één. Nou, goed gedaan, Olly. Maar ik weet zeker dat het B is. B is. Toch, kids? Oké. Van top tot teen. Ben ik klaar voor? Komt ie. Wacht. Moest je ik wachten? Doe even. Oh, ik pas hem alleen niet meer zo goed. Ja, zit hij goed? Komt ie. 3, 2, 1. Hij is goed! Yes! Joepie! Links, rechts, stap eens met je voeten, doe maar met ons mee. Hey! Links, rechts, stap eens met je voeten, dat gaat best oké. Links, rechts, klap eens in je handen, doe maar met ons mee. Hey! Links, rechts, klap eens in je handen, dat gaat best oké. Er is altijd iets waar je goed in bent. Jij bent ook een ster in deze circus tent. God heeft jou zelf gemaakt, gaf je veel talent. Laat iedereen maar zien waar je goed in bent. Links, rechts, knip eens met je vingers, doe maar met ons mee. Hey, links, rechts, knip eens met je vingers, dat gaat best oké. Links, rechts, draai maar eens een rondje, doe maar met ons mee. Hey, links, rechts, draai maar eens een rondje, dat gaat best oké. Er is altijd iets waar je goed in bent. Jij bent ook een ster in deze circus tent. God heeft jou zelf gemaakt, gaf je veel talent. Laat iedereen maar zien waar je goed in bent. Deze circus tent. God heeft jou zelf gemaakt, gaf je veel talent. Laat iedereen maar zien waar je goed in bent. Laat iedereen.
Ja. En dan gaan we nu naar vraag 5. Oké dan. Zien jullie vraag 5? Tu-tu-tu-lu-tu-tu-tu-tu. 3. Oh nee, die hebben we al gehad. Die hebben we al gehad. Hier, je loopt gewoon langs, joh. Hij ligt gewoon hier. Vraag 5. Nou, vertel. Wat moeten we doen? Ga jij tegelijk cupcakes eten? Nog niet, maar misschien gewoon even lekker naar kijken. Oké. We hebben een tekst uit de Bijbel geleerd uit Psalm 139, vers 14. Wat is deze Bijbeltekst? Kies het goede antwoord en schenk dan wat limonade in een beker om te zien of dit het goede antwoord is. Oh, lekker. Okay. Ik heb wel een beetje dorst. Oh, nou, kijk. We kunnen allebei wel wat drinken. Ook okay. 2 bekertjes. Oké. En dan? Antwoord A. Ja. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Ja. Antwoord B. Jij bent kostbaar en waardevol. Antwoord C. Sta op en schitter. Antwoord D. Wonderlijk is wat God gemaakt heeft. Volgens mij is het A. Nee, ik denk het niet, Olly. Ik denk dat het is... Jij bent kostbaar en waardevol. Dat vind ik zo'n mooie Bijbeltekst. Ja, hè? Dat is het. Daar gaat het over in die Psalm 139. Weet ik zeker. Nou, ik denk het niet, hoor. Nee. Ik kan het altijd heel goed onthouden, Olly. En weet je, jij had het net fout. Dus ik kies voor antwoord B. Nou, prima. Je probeert. Maar ik denk echt dat die fout is, kids. Nee, echt niet. Echt wel. Jullie denken ook B, toch? Nee, denk ik dit niet B. Dit is D. Waar is B? Ah, B. Nou, ik weet zeker dat het goed is. Ik ben benieuwd wat erin zit. Nee. Rood. Hoe kan dat nou? Het is niet goed. Maar het is B. Ja, dit is helemaal niet goed. Maar rood, er zit gewoon verkeerde limonade in. Nee, ja, helemaal echt niet. Wel. Je hebt hem gewoon fout. Het is A. Weet je nog, op het einde van het boekje met buurvrouw Letty... deden we een leuke rap met een dansje. Oh ja! Ik prijs u, het is een wonder. U mij heeft gemaakt. En dat is antwoord A. Ja, je hebt gelijk. Die, probeer die. Oh, ik ben benieuwd. Is het groen? Appeltje groen? Ja! Hij is groen! Yes! Oh, nou, ik heb wel een beetje dorst gekregen, Olly. Ik prijs u, het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Ik prijs u, het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Een 3! Een 3! Oké. Wacht eens eventjes, jonge dame. Wat is er? Jij had het een fout antwoord met het drinken. Volgens mij moet jij een liedje zingen. Oh, dat is ook zo. Oh, maar dat maakt mij helemaal niet uit, Olly. Nee, jij vindt het eigenlijk alleen maar leuk, hè? Liedje. Nou, zing een mooi liedje. Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin? God houdt van jou. Oké, volgende vraag. Volgende vraag. Vraag 6. Waar is die dan gebleven? Oh, hier zo. Hij is een beetje verstopt. Oh. Ik denk dat hij er afgevallen is. Oh. Ja, ik denk dat denk tenminste, ik denk het. Oké. Wil jij hem eens voorlezen? En dit hoort er denk ik... bij. Ja, ja. Oké. Okay. Welk talent heeft Nelly Nijlpaard? Kies de goede foto en draai deze om te zien of hij goed is. Oké. Okay. Oké, nou dat kunnen wij. A. Is het A? Nelly met de bal? Nee. Denk ik niet hoor. B. Met schaatsen? Nou dat kon ze ook niet zo goed. Ging ze vallen. Lekker. C. Allemaal foto's aan de wand. Oh ja. Volgens mij ging dat wel oké. Ja, dat volgens mij ook. En D. De grote goocheldruk. Dat gaat wel een beetje ook niet mis. Helemaal lekker. Het is denk ik antwoord C. Denken jullie ook? Ja, hè? Kiezen we C. Oké. Okay. Nou, kids. Is die goed? Ja! Is goed! Yes, hij is goed! Wat is haar talent? Tadaa! Oh, wauw! Die foto's, die had ze natuurlijk gemaakt... toen ze bij al de vrienden langs ging met de fototoestel. Wauw. Wat toch een mooi talent, hè? Een 3! Een 3! Oké. Oké, plak hem erop. Yes. Hé, net hadden we ook al een 3. Oh, dat is grappig. Ja. Nou, vraag 7. Waar zal die zijn? Misschien achter de bank? Geen idee. Kids, zien jullie al vraag 7? Vraag 7, waar is die nou? Kom jouw slinger tegen. Want dat was ja, jouw talent, mijn dansslinger, ja. Hé, hey, hier ligt die verstopt. Vraag 7. Hier zo. Oh. Er zitten allemaal blaadjes in. Oh ja, hier. Oh ja. Oeh, we moeten iets met die doosjes doen, volgens mij, die hier staan. Oh, zullen we even doen? Jij leest de vraag voor, dan doe ik dat wel eventjes regelen hier. Oké. Okay. Kids, lees ik de vraag even voor. Komt-ie. Goed meedenken, hè? Hoeveel jongens en hoeveel meisjes deden mee aan het talentenshow? Kies het antwoord en sla dan het doosje kapot om te zien of je antwoord goed is. Slaan?
Ja, dat wil ik doen. Dat is hartstikke gevaarlijk. Nee, dat is mijn talent. Komt helemaal goed. Nee, maar dat kan echt niet, Olly. Jawel. Niet zo druk maken, joh. Nope. Luister nou eens even naar de antwoorden. Oké. Okay. Ik luister. Ja, ik luister mee. A. 3 jongens en 4 meisjes. B. 4 meisjes, 3 jongens. C. 3 jongens, 5 meisjes. Oké. Of D. 4 meisjes en 4 jongens. Allemaal niet. Dan hoef je gewoon niet te slaan. Jawel, er zit echt wel een goed antwoord tussen. Nou. Weet je wat we doen? Nou. Jij gaat even die meisjes tellen. Dan tel ik de jongens. Oké. Okay. Ik weet dat we begonnen met een meisje en zij heette Lisa. Oh ja. Lisa. En toen had je Christian, was een jongen. Ja. En toen kwam, die kon heel mooi schetsen en kleuren. Rachel. Ja. En toen had je Mels. Ja. Oh, en toen kwam ik. Ja. En toen Nick. Dat ruimt. Ja. En toen kwam Sarah. En... Oh, en ik was er natuurlijk ook nog als laatst. Ja. Hoeveel heb jij er? Ik heb er 4. En jij? Ik ook 4. Dus dan is het antwoord D. 4 meisjes en 4 jongens. Oké, nou. Nou, dan gaan we dan. Ga maar even aan de kant. Maar waar ga je mee slaan dan? Weet ik niet. Dan moet er nog iets bij staan. Oh, kijk eens. Ja. Oh, oh, en die, Olly, die ligt er niet voor niks bij. Doe jij die op? Nee, die moet jij op doen. Okay. Ik ga wel even uitkijken. Kids, kijk uit hoor. Olly kan best wel een beetje... Komt die kids? Tel jij tot 3? Ja, tellen jullie mee? 1, 2... Oh, wacht even. Moet ik op 3 slaan of moet ik na 3 slaan? Olly, wat maak je nou uit? Sla gewoon! Oh, oké. Oh. Ja. 1, 2, 3! Is het goed, Olly? Ja! Hij is goed! Wat zie ik daar? Hij is groen! Yay! Hallo, ik ben Lisa. Hallo, ik ben Christian. Hoi! Ik ben het Mels. Hoi, ik ben Sophie. Hoi, ik ben Nick. Hallo, mijn naam is Sarah. Hoi, ik ben Olly. Een 9. Een 9. Oké. Okay. Plak hem erop. Sophie, we zijn alweer bij de laatste vraag, joh. Dit ging echt heel snel. Echt, hè? Oké. Okay. Vraag 8. Waar is vraag... Oh, ja, die wist kluis. Ze al. Oh, dan zitten we heel dicht bij de kluis. Oeh, ik voel het al. Nou, we zijn zo ver. Wat zal erin zitten? Lees ik hem voor, lees jij hem voor. Ja, doe jij het maar, ja. Hoor. Ja, oké. Okay. We hebben een lied gezongen wat heet Vader in de hemel. Mm-hmm. Hoe vaak komt in het eerste versje de letter e voor? Zo e ook wel. Oh. Zoek op de doos de letter welke jullie denken dat het goede antwoord is. En pak met je hand hieruit een bal. Dan zie je of het antwoord goed of fout is. Okie dokie. Is het A, 12? B, 94. 94 is echt veel. 30. Of D, 3. Nou. Nou, dat zijn wel hele bijzondere getallen. Echt, hè? Maar de E. Wat is de E, Olly? Oh, ik heb dat geleerd op school. Oh, kijk, okay, jij de weet het. E, dat is zo. Dat is ah, die. Dat is de E. Dat okay. is de E. Oké, okay, jij gaat... Ik ga gaan tellen tegelijk. Ja, oké, okay, okay. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Okay. We hebben er al 4. Ja, kids, stellen jullie ook mee? 1. Oh, die is makkelijk. 1. Vergeet je er echt niet 1, Olly? Nee, ik heb ze echt allemaal. Oh, okay. Gaat u weer verder? 1. 2. 3. 4. We gaan hartstikke goed. Oh, je zit er 2 achter elkaar. Oh, dat is 1, makkelijk. 2. Je vergeet er 1. Vergeet ik 1? Ja, hier. Oh ja, goeie. Het is maar goed dat ik even oplet, hè, ook. 3. Ja. Gaat ie goed, kids? 1. 2. 3. 4. Wow, je zit er gewoon 5. Oké. Veel, zeg. 1. Doe, doe, doe. 2. 3. 4. 5. Ook 5. Worden toch 94, denk ik, hoor. Nou, dat lijkt er wel op. 1, 2, 3, 4. Oh, okay. De laatste zin. Oh, allerhoogste heer. Hoeveel zitten er daarin? 1, 2, en weer 2. 3, 4. Nou, nu moeten we de grote optelsom doen. Oh, die is heel moeilijk. Oeh, oh. Kids, tellen jullie wel goed mee? Oké. Okay. 4 plus 1 is 5. 5 plus 4 is 9.
9 plus 3... Plus 1 is 10. Plus 2 is 12. 12. Zal ik even opschrijven zo? 12. Oeh, is echt een moeilijke rekensom. 12 plus 5... 17. Goed zo. Plus 5... Oh, 17 plus 5. Hoeveel is dat, Sophie? Dat weet ik niet. Ik ben echt niet zo goed in rekenen. Jij wel. Dat is jouw talent. 22. Plus 4. Nee, weet ik echt niet. Echt niet? Kids, nee. Weten jullie dat? 26. En dan de allerlaatste. 26 plus 4 is... Sophie, dat weet jij. Nee, weet ik echt niet. Weet je echt niet? Nee. 30! 30! Het zijn er 30! Welk antwoord was dat? Dat was C. C was 30. Oké, okay. Gaan we met je hand erin dan? Ja, gaan we met de hand erin! Olly, waarom doe je dit nou niet? Nou, ik ben een beetje bang dat er vieze smurrie in zit of nee, zo. Nee, natuurlijk niet. Dat is toch een beetje gek? Dat doen ze echt niet. Misschien wel een beest of zo. Die hand erop eet. Oké, gaat-ie. Boe! Nou, Sophie! Ja, doe nou, er zal echt niet iets raars in zitten. Oké, komt-ie. Nee, grapje. Een groene bal. Yeah! Ja! En zo weer.
zijn. En zo in alles wat ik doe, een kind van u te zijn. Een vier! Een vier. Dit was alweer de allerlaatste, Sophie. Ja? Dus dan kunnen we de sommen op gaan lossen. Oké. 8 plus 1 is... 8 plus 1 is... Die is makkelijk. 9. Oh, je 9. Had hem al. Ja. Hey, je moet ons ook de tijd geven. Oh ja, sorry. Mijn talent is gewoon rekening. Ik ben zo ja, goed in. Ja, maar ik niet. Dus ik moet soms even iets meer... Ja, oké. Okay. 7 min 5 is... 7 min 5... Oh! 2. Ja, goed zo. Hartstikke idee. Dat gaat snel. 3 plus 3 is... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, heel goed. En de allerlaatste. En dan moet jij racen naar de kluis om het snel op te maken. Ja, dan moet jij even de code opnoemen, ja? 9 min 4 is... 5. Ja. Oké. Zit het erin? Snel, Olly. Ja, is er 5. Oké. Wat is hem? De cijfers zijn, kids, roepen jullie mee? 9. Ja. 2. Ja. 6. Ja. 5. 5. Gaat u maar openmaken? Ja! Hij gaat open, Olly. Wat zit erin? Oh! Zitten zelfs 2 cadeautjes. Kijk, hè. 1 voor jou. Wow. En 1 voor mij. Oh, wat een mooie meid. Oh, dat ben ik zelf. Dit is cool, zeg. Er staat ook iets op, Olly. Ik ben prachtig. Wow. Oh, ik ben een beetje stil van. Ik had helemaal niet gedacht dat dit het cadeau zou zijn. Het is echt een mooi cadeau. Dat is echt heel mooi. Ja, ik ga hem hier neerzetten. Dan kunnen de kinderen het ook zien. Mevrouw Letty, dat we die hebben gekregen. Want dat echt is ook mooi. Zo, hè? We hebben allemaal talenten. Die hebben allemaal van God gekregen. Ja. En die hebben we gekregen omdat we natuurlijk prachtig zijn in Gods ogen. En ons talent mogen we aan andere mensen laten zien. Ja. Want daar worden we zelf blij van. Andere mensen en ook de Heere God. Ja, je zit, wat is er met jou aan de hand? Ik moet heel nodig plassen, Olly. Je hebt veel oranje op. En je mij zo te praten. Ja, toch je limonade net. Oh, ik moet echt heel nodig eigenlijk naar de wc gaan. Hey kids, het was zo ontzettend leuk dat je er weer was. Ja. En misschien, hè, moet je even aan papa en mama vragen. Misschien is het wel heel gaaf dat jij thuis ook op de spiegel mag schrijven. Ik ben prachtig. Wel eens even checken of het mag. Ja. Want jij bent prachtig en God houdt zoveel van jou. Niet vergeten. Zie je de volgende keer weer? Doei!